Yo mensen, Koen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het volgens mij de vierde dag op rij dat we dagelijks uploaden. Gisteren was het van, we moesten 5000 likes halen en dan ging ik de dag erna weer uploaden. En we hebben echt die 5000 likes makkelijk gehaald. Echt, ja, echt best wel makkelijk. Daarom nu 20% erbovenop. 6000 likes is morgen een video. En niet zomaar een video, 6000 likes is morgen mijn Weekend League en de Vision Rival Rewards. En ik ga vandaag ervoor zorgen dat ik goede Vision Rival Rewards krijg, want ik ga ervoor zorgen dat ik in rang 2 blijf. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker hier beneden. En druk op dat belletje, join je hashtag die belletje. Ik ga 3 hashtag team belletje comments liken hier beneden. Plus degene met de beste speler die kan kopen in mijn team nu. Die ga ik ook liken. Ook 3. Dus 6 dingen ga ik liken in totaal. Oké, mensen, dus ga ervoor. En dus like deze video. 6 likes. Morgen mijn weekly rewards. Super lekker. Ongelooflijk. Jullie zien, ik heb nog maar 14.000 coins. Dat je Koen, oh mijn god, heb je al je geld uitgegeven aan packs? En zeg ik nee. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien die niet met mijn keuze eens waren om Ferdinand te kopen. Iedereen zei Koen, hij is super slecht. Je kan beter deze gast kopen, deze gast. En ik kan niet tegen groepsdruk. Ik kan niet tegen die groepsdruk. Dus heb ik besloten om een Ferdinand te verkopen met 5000 coins winst. Yes. Lekker. Trading with DNP. En toen heb ik gekocht deze lekkere smikkelbeer. Heerlijk. Laurent Blanc. Uit 1965 komt hij. Ik heb gehoord dat hij fucking goed is. En hij is even goed als zijn prime. Dus ja, mensen hebben gezegd van ja, je moet hem hebben. In de comments stond het helemaal vol van je moet Blanc kopen. Verkoop die Ferdinand. Die Ferdinand kan echt niet voetballen. Is echt slecht. Alle ballen geeft hij aan tegenstander. Zo'n beetje wat ik ook had. Dus ik heb nu dus een icon gekocht. Daar 2 potjes mee gespeeld. Ik vond het toen niet leuk. Toen heb ik hem verkocht. Nu hebben we een nieuwe. Dus laten we hopen dat Blanc het beter gaat doen. En ik heb Mertens op de bank gezet. Want Mahrez. Ja, ik weet niet wat het is mensen. Maar Mahrez voor mij is het gewoon niet. Nee, ik kan gewoon niks met Mahrez. Ik kan er gewoon helemaal niks mee. Ik vind die gewoon zo ongelooflijk slecht. Nee, ik zit rang 3. Oh nee, oké, ik moet rang 2 worden. Als ik niet rang 2 word, krijg ik slechte packs. Dat wil ik niet. Dan is die packs niet heel slecht. Oh, ik bedenk nu trouwens pas. Ik krijg natuurlijk nog divisie 4 rewards natuurlijk deze week. En volgende week was divisie 3 rewards. Maar maakt niet uit. Gaan sowieso eens nog een lekker walkoutje packen. In ieder geval, laten we het eerste potje maar ingaan. En laten we hopen dat die Blanc een beetje goed is. Heel veel mensen zeiden ook van koop Socrates. Maar dat is die Braziliaan. Maar volgens mij had Rob die gekocht. Oh, die had ik in ieder geval, door. Laat me zitten. Maar weet je wat het is? Ik zit al een beetje te kijken naar van welke. Wat hebben de pro's, weet je wel. Dus kijk even naar mijn eigen team. Wat heb ik, weet je. Nee, kijk naar de pro's. En die Socrates zie ik echt nooit. Oh, hij heeft die 9e Ferdinand. Oh, als die Ferdinand nu goed speelt tegen mij, heb ik echt spijt voor de rest van mijn leven. Voor de rest heeft hij ja, wel een oké team. Ja, best wel goed. Hij heeft gewoon wel goed. Team, ja, echt goed team. Die Felipe Anderson is ook goed, man. Die links mid. Oeh, die inform. Die heeft al een lekker schotje in de voetjes. Maar laten we hopen dat we dit potje kunnen winnen. Ook, ja, heel veel mensen zeiden van, verkoop die Suarez. Want hij, je hebt gewoon het gevoel dat hij goed is. Maar er zijn zoveel spitsen die beter zijn. Ja, nou, ik heb nu dus geen coins. Dus ik moet weer even coins krijgen. Hoe krijg ik coins? Weekend League spelen. En hopelijk krijg ik een keer echt een goede. Ik hoop echt een keer op een icon en een reward. Daar zou ik echt super blij mee zijn. Ik heb dit jaar nog geen één icon gepackt. Nou heb ik ook nog niet zo heel veel packs geopend. Ik ga met name veel packs openen tijdens Team of the Year. Dat komt in januari natuurlijk. Nou, dat wordt echt heerlijk smikkelijk, kan ik jullie vertellen. Daar heb ik nu al zin in. Rabiot, schiet maar, jongen. Ah, goed schot. Bijna erin. Ja, meteen wisselen, jongen. Jij kan er geen reet van, hè. Rabiot, slecht spelen. Maar in ieder geval, houden jullie nou ook van pindakaas? Nou ja, ik ook. Nou, verder wij met de video. Oh mijn god. Wat doet Courtois? Gast, ik zweer het je. Ik kan gewoon geen FIFA meer. Ik weet niet wat er aan de hand is, want ik hoor de beste FIFA-spelers van Nederland te zijn. Maar dat vind ik wel sneu, want besef hoe slecht nu alle Nederlanders zijn, omdat ik de beste ben. Maar waarom ligt mijn verdediging zo open? Op zich, dit was niet Blanc's kant, maar ja, dus wel meteen weer een tegendoelpunt. Zeg maar, voor minder heb ik dingetje verkocht. Ja, oké. Hop, 1-1. Lekker Suarez. Ja, die mist het niet. Kijk, noem maar een spits die bal niet mist. Waarschijnlijk elke spits, maar maakt niet uit. 1-1, lekker. Ik zag hem alweer lopen met de keeper van hem. Hè. Oh, gatsidari. Waarom ben ik zo onscherp? Hallo. Waar slaat dit op? Kijk, mensen, daar ben ik weer. En nog dichterbij dan eerst. Oh, wat lekker zeg, Gerard. Hebben jullie ook... mensen, ik weet niet of jullie... Zeg maar, als ik naar de cijfers kijk van mijn kanaal, weet je wel. Is 9% wat mij kijkt is jong, hè. Dus, boys, ik had je in de lucht. Hey! Nee, oké, daar ging het niet om. Ik bedoel, hebben jullie dat ook? Zeg maar, ik ben best wel fan van auto's. En wat ik echt klote vind, is dat... Dan hoor je echt zo'n hard geluid, weet je wel, van waarvan je denkt een auto. En dan denk je van, oh, even kijken wat voor auto het is. Even kijken. En dan is het een motor. Dan denk je toch echt van, jongen, ik ben echt scammed. Mijn leven is een leugen. Of heb je dat niet? Ik heb dat echt. Oh. Dat is een beetje hetzelfde dat je docent zegt op de middelbare school van, Koen, ja, je hebt een 8. Oh, sorry, ja, ik las de cijfers verkeerd. Je hebt een 3, weet je wel. Dan denk je ook van, ja, kom op, hey, wat is nou voor onzin dit? Doe nou even niet zo leuk met je motor. Echt, niemand is blij om een motor te zien. Ja, komt die Ferdinand, ik kan er geen reet van. Ah, Ferdinand helemaal bos in, dan Suarez. Oh, wordt hij geblokt. Komt hij heel goed weg met tegenstandertje. En mensen, je moet altijd verkleinend over je tegenstander praten.
Want dan worden ze onzeker. Ik wil je trouwens bedanken voor de goede support de laatste paar video's. Echt love it. Super veel likes, super veel comments, super veel liefde van jullie. Ik lees oprecht elke comment. Behalve onder de video waar meer dan 1000 keer Team Belletje gecomment is. Daar heb ik niet elke comment gelezen. Ik zei dat ik elke comment ging liken, maar uiteindelijk liep mijn YouTube gewoon vast. Nou, ik denk 400 likes of zo. Dus dan heb ik nu ook gezegd, ik like er 3. De rest, echt, zeker onder afgelopen video's, lees ik gewoon elke comment. En het doet me echt goed om gewoon leuke, lieve, mooie comments te zien. En ook gewoon af en toe natuurlijk lekker teringveegje tussendoor. Dat is natuurlijk ook lekker. Mensen, zijn jullie al hype voor jullie rewards? En ook hype voor mijn rewards? Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon een of ander voorgevoel dat ik echt een mega goede speler ga packen. Jongen! Die pauper financials werken toch niet meer? Hé, jee. Hè? Zei jullie toch? Hè? Gast, waarom lijkt het alsof Divisie 3 moeilijker is dan Weekend League? Wat is dit? Waarom heeft Frankrijk zoveel goede icons? Nou, is natuurlijk ook zo. Nederland heeft ook wel veel goede icons, maar ze zijn allemaal fucking duur. Nou ja, eigenlijk hebben we Cruyff die fucking goed is. Balletje op Neymar. Neymar schiet. Suarez met een ace goal. Oh, hij schiet naast. Oh mijn god, hoe kan je dit naschieten? Oh, dit meen je niet. Ik ga straks Mertens is op cam proberen, mensen. Ik ga kijken of dat wat wordt. Ik heb geen idee hoe Mertens is op cam. Maar ja, er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is natuurlijk gewoon proberen. Blank is voor jou, blank is voor jou, blank is voor jou. Goed, zat hij tussen, zat hij tussen. Lekker. Ik herhaal vanaf nu al mijn zinnen twee keer. Ik herhaal van nu al mijn zinnen twee keer. Want blijkbaar hoort dat, want blijkbaar hoort dat. Kijk nou, kijk hem nou alleen lopen met CDM, joh. Ouwe. Ja, er komt er nog tussen ook. Kom op, IE. Dit is niet de bedoeling. Hè? Met je spel. Hop, blank, lekker. Daar heb ik je voor. Oh, dat is echt heel slecht. Op Neymar. Ja. 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 Wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Oh, Neymar, nog steeds. Goed. Ja. Nee. Oh, wat een kans voor Mertens. Oh, hij gooit meteen uit. Oké, respect voor jou. Nee. Scheid. Oké, maakt niet uit, jongens. Eerste potje met nieuwe speler is altijd natuurlijk verliezen. Want slecht generale is een uitstekende begin. Maar op zich, blank was niet slecht. 2 goals tegen. Kijk, ik had gewoon vaak moeten scoren. Kijk, als je 14 schoten hebt en je scoort maar 1 keer, ja, dan ben je gewoon heel slecht in afmaak. Oh, we zitten weer onder de 1900 grens. Oh, bij 1700 degradeer ik. Terwijl weer in plus 60 punten. Oh mijn god. Oh, plus 180. Oké. Mensen, ik moet echt nog minimaal nog een potje winnen. Want anders ga ik nooit de rang 2 eindigen. En dat moeten we doen voor de goede packies. I need the packies. Goed. Oh nee, zelf een keertje. Oh, kom maar. Toe maar. Ga je helemaal afmaken. Helemaal kapot maken tegenstander. Oké, hij heeft een goed team. Oh, hij heeft Cristiano Ronaldo. Oké, dit is een goede meting. Een goede meettest. Een goede test voor de meet. FC Patser. Nou, nu zeg je me wat. Maar hij speelt dus wel waarschijnlijk met Pogba of CDM. Nou, die kan natuurlijk echt niet op CDM. Maar ja, deze gast scoort waarschijnlijk wel vaak. Suarez, let's go. Oké, kom op team. Kom op. Jullie kunnen. Als jullie dit laten zien, als jullie dit kunnen, jongen, echt, dan heb ik echt, ben ik echt heel blij met jullie. Alleen nu is dus de vraag, volgende. Ja, veel mensen zeiden, haal Inform Neymar. Anderen zeiden ook van, te kleine upgrade. Dus ja, ik weet niet, man. Misschien toch maar Suarez vervangen. Ook al ben ik echt groot fan van Suarez. In FIFA dan, niet in het echt. In het echt vind ik het echt een fucking mogol. Laat ik het liever zeggen, in het echt vind ik het niet zo'n leuke speler. Maar op FIFA is hij echt goed. Blank, waarom sta je zo hoog? Zijn je op achterin lijf of zo? Ja, toch naar binnen, ja. Kijk, weet je wat het ding is? Op het moment dat je Salah gebruikt en Hazard, dat is op zich prima. Maar dan weet je tegen hem toch gewoon dat je altijd naar binnen gaat. Altijd. Nu door. Uitstekende bal. Neymar, 1-0. Oh, goede redding van de keeper. What the fuck? Wie heeft die? Courtois. Ja, goede keeper. Die heb ik ook. Oh, mijn god. Ja, dit is toch... Ik snap het niet. Dit is toch niet leuk? Of zo? Ja, natuurlijk is het leuk om te winnen. Maar als je altijd alleen maar die finesse shotjes doet... Elk potje, een hele Weekend League, 30 potjes lang. Moet je daar niet zelf een beetje moe van ofzo? Of is het gewoon het gevoel van winnen wat domineert ofzo? Dat kan natuurlijk ook. Hé, hey, scheids! Nou ja, kan het toch niet zomaar? Ik word er gewoon neergehaald. Scheidsie, Blom, lekker man. Lekker te fluiten weer. Haal ons de VAR er even bij. Kijk, je kan zeggen wat je wil, maar mijn verdediging staat op zich wel als een blok. Hé, hey, van zich op Salah. Ja, finesse shotje. Ja, lekker man. Leuk. Superleuk. Hoppa, 1-0. Oh, ja, ga lekker lopen. Zeg even lopen. Oh, heerlijk zeg. Hij liep gewoon weg voor me. Ja, loop me lekker aan de kant, joh. Ik doe niet die stomme finesse shots. Ik schiet gewoon lekker normaal. Ha, daar ga je, patser. Heerlijk. Wat is dit lekker, zeg. Oh, wat is dit lekker. Echt niks lekkerder dan iemand die gaat lopen met zijn keeper en dan gewoon helemaal de verkeerde kant op loopt. Oh, waar ben je nou, keepertje? Waar ben je nou, jongen? Oh, lekker dit. Oh. Echt, betere goals kan je niet maken, hoor. Oh, mijn god. Dat was zo slecht verdedigd. Voor mij was dat Varane, niet blank, maar dat was wel echt slecht. Oh, finesse shotje. Oh, het was niet... Ah, waarschijnlijk was het wel bedoeld als finesse shotje. Goed. Ik voetbal op zich wel weer aardiger. Zit er wel weer lekker in of zo? Ja, dit is dan wel weer een ongelooflijk slechte bal van die Mbappé. Oh, eigenlijk wil ik die gewoon wisselen en gewoon George Best gaan gebruiken of zo. Geen idee, is George Best een beetje goed? Kijk, ik wil een speler die echt goed is, niet die best goed is. Oké, sorry. Griezmann, boom! Oh, paal, for real. Oh, nee, maar ben je goed. Oh, nee, maar. Oh. Nee, maar doe maar, jongen. Oh, jammer. Ik hou hem gewoon binnen, ik ben geen mietje. Ja, dan ben ik de bal in kwijt. Uitstekend gedaan, Koen. Goede tactiek om de bal binnen te houden. Ik ben trots op jou. Dus ik krijg ook nog een lekker tegendoel uit de counter. Zou helemaal lekker zijn. Dat is echt goed gedaan dan. Finesse. Jongen, deze gaat voorspelbaar, zeg.
Ik zei het begin dat hij wel goed was, maar ja, dat was hij ook wel. Maar ja, als je helemaal door wat hij doet, dan is hij niet zo goed meer. Weg. Oh, ik dacht even dat hij over de lijn ging. Was ik niet blij geweest, maar hij ging er niet in. Gelukkig, gelukkig. Ah. Gelukkig. Courtois staat goed op te letten. En die gooit hem in één keer uit. Naar Mbappé. En die gaat ervoor. Die gaat er gewoon langs. Tuurlijk. Tuurlijk, kan gewoon. En dan geeft hij een bal precies in de voeten van Alexandro. Ik moet zeggen, als ik een 0 haal, is wel lekker. Ik hou niet zo vaak een 0, dus dat is toch wel. En Blanke speelde een prima pot. Niet heel veel gezien, maar dat is op zich niet erg. Dan kan ik maar geen fouten maken. Hij had wel één. Ik weet niet of het deze wedstrijd was dat hij hem recht in de voeten schoot. Terughalen. Oh. Ja, kijk, dan ben ik meteen van de kaart. Kutzo. Ah, heerlijk sliding. Heerlijk. Blank, jongen. Lekker, maatje. Ja, lekker. Mensen, we hebben gewonnen. De volgende gameplay video die jullie van mij gaan zien, dan speel ik weer Weekend League. En dat is lekker, want dan, ik zweer het je mensen. Elite 1, ik voel het. Voor het opborrelen. Blank 7,4. Prima. Vlagen tackles 0 van de 2. Fantastisch. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video dan leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. FC Patser, goed gespeeld. Tuurlijk, al die financials. Hoe kon ik het vergeten? In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog op deze video. 6000 likes. Is morgen weer een nieuwe video met mijn heerlijke rewards. Elite rewards. Ik hoop dat je het leuk vond. Wil je nog meer van zien? Klik dan hier of hier. Abonneer ook op mij. Dat kan hier. En druk op dat belletje. En join #teambelletje. Dan zie ik u bij de volgende video. Ik zeg like je vooral niet de volgende keer. Ik zeg doei. Later.